Sinds 30 jaar organiseert de VVV Lissewegen geleide bezoeken aan het Witte Dorp. Op een hartelijke manier ontvangen wij uw groep en tonen gedurende 2 uur de mooiste plekjes. Onze gidsen vertellen u geen langgerekte historische verhalen met datums en jaartallen, maar brengen hun verhaal eerder op een aangename, vlotte manier, weliswaar op een historisch juiste basis. De 13e-eeuwse kerk is de pronk van Lissewegen. Meer dan 700 jaar oud en prachtig gerestaureerd. De gids vertelt het bouwverhaal en toont u de leuke details waar u als bezoeker niet zou opletten. Vlak achter de monumentale kerk staat de voormalige pastorie uit de 17e eeuw. Hierin huist het bezoekerscentrum met een schilderijenzaal, een historische zaal en het unieke Heiligenmuseum. Een unieke collectie van meer dan 120 beelden van heiligen uit kerken en kapellen, elk met hun verhaal. Wie kent niet Sint Rita of Sint Barbara, Sint Apollonia tegen de tandpijn en Sint Hubertus, de patroon van de jacht. We strekken de benen langs het Lissewegsvaartje, een middeleeuws kanaal omzoomd door mooie huisjes en bloemen. Als er voldoende tijd is, wandelen we tot aan het pas gerestaureerde treinstation uit 1906. En afsluiten doen we aan de museumsnoepwinkel De Soete Papen, waar bezoekers in het prachtige decor kunnen kiezen uit 60 soorten ouderwetse snoep. Het winkeltje is klein, maar zo knus en lijkt weggeplukt uit een sprookjesfilm. Het bezoek aan Lissewegen krijgt in ieder geval een zoet einde. Even praktisch nu. Dit programma kost €75 voor de gids. Voor het bezoekerscentrum betaalt u €1 per persoon. De gids neemt maximum 35 personen mee. Is uw groep groter, dan neemt u een tweede gids. Wacht niet te lang om te boeken. Bepaalde periodes in het jaar zijn druk bezet en het aantal gidsen is beperkt. Mail naar vvv.lissewegen@hotmail.com. Wenst u een uitgebreider bezoek aan Lissewegen met een bezoek aan de voormalige abdij Ter Doest, dan betaalt u €25 extra per gids. En duurt het bezoek dan in totaal 2,5 uur. En nog dit. Iedereen die ooit een rondleiding boekte bij de VVV Lissewegen, keerde enthousiast en tevreden terug naar huis. Het geboden programma en de gidsen zijn echte ambassadeurs van dit dorp, dat in 2008 uitgeroepen werd tot een der 10 mooiste dorpen van Vlaanderen. Lissewegen nog niet bezocht? Mail dan en vraag naar de nodige informatie. Met een gids van de VVV Lissewegen op bezoek in het Witte Dorp, dat is gegarandeerd geslaagd.